Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Rondreizen. Indrukwekkend, hè, die Dolomieten. Sinds 2009 maakt deze grillige en ruige bergketen deel uit van het UNESCO Werelderfgoed. En dat bevindt zich voor een deel in Zuid-Tirol, en dat is waar we zijn. Zuid-Tirol, dat is Italië. Ze spreken ook Italiaans hier, maar ook Duits, want het ligt tegen de grens van Oostenrijk aan. En Ladin, want dat is een soort van mix tussen die twee talen. Wat gaan we nou doen in Zuid-Tirol? Nou, we gaan in ieder geval de natuur in, want in de herfst is het hier zo verschrikkelijk mooi. De bomen kleuren waanzinnig. De zon die verlicht het en die zet het in een prachtige gloed. En de temperatuur is ook nog aangenaam. Maar we gaan ook nog turgelen. En wat dat is, ziet u later in deze aflevering. En we gaan naar Bolzano, de hoofdstad van Zuid-Tirol. Een leuke stad voor een stedentrip. Welkom terug in Zuid-Tirol. Ik ga turgelen. En wat is dat nou? Dat zijn wandelingen die je maakt op de ontelbare hoeveelheid wandelpaden die er hier zijn in Zuid-Tirol. Waarbij je onderweg stopt in etablissementen, waar je kunt proeven van lokale producten en hele jonge wijn. Want daar gaat het om. Het zijn de wijnfeesten, de oogstfeesten. De oogst is binnen en dat wordt gevierd. En dat zijn we aan het doen. En ik wandel hier over de Chestnut Trail, de Kastanje Trail. Het startpunt van deze wandelroute vind je praktisch tussen de wijnranken van het klooster Neustift. En leid je vervolgens 90 kilometer lang over knusse paden en langs weides, boerderijen, appelboomgaarden en kastelen. Op veel plekken liggen de paden bezaaid met, juist, kastanjes. Vandaar die naam dus. De kastanjeroute is goed te doen in 3 tot 6 dagen. En zo bepaal je je eigen tempo en dat maakt deze activiteit geschikt voor jong en oud. Ik zit nu bij Gasthaus Huber, een van die plekken waar je die lokale producten kunt proeven. En naast me zit Samuel. Hij is van Zuid-Tirol, een local dus, en ook hij loopt de kastanjeroute. En ik vraag me wat nou zo bijzonder is aan dat turkelen voor hen. Zo Samuel, wat meint turkelen voor die Zuid-Tiroler? Also ich würde Türkeling für die Südtirolers ein Zusammenkommen beschreiben. Ein Zusammenkommen, welches in den Monaten Oktober bis Anfang November möglich ist, bei dem die Gasthöfe hier in der Zone die Möglichkeit haben, ihre eigenen Produkte, ihren eigenen Wein, ihr eigenes Fleisch, ihre Kastanien anzubieten. Mhm. Und ich denke, wir Südtiroler beschreiben dieses Türkeling auch als eine fünfte Jahreszeit. Okay. Mahlzeit. Na een stevige maaltijd, en een goed glas wijn natuurlijk, vervolg ik mijn reis langs de kastanjeroute. Waar ik me nog maar eens vergaap aan de pracht en praal die de omgeving te bieden heeft. Die 90 kilometer? Nee, die ga ik niet volmaken. Maar dat is het mooie van deze wandelroute. Je kunt zo'n beetje op elk willekeurig moment in- en uitstappen. Zo, er is een einde gekomen aan mijn kastanjeroute, aan deze etappe dan, hè, want hij is 90 kilometer lang. En hij stopt hier bovenop de berg in Rieten en daar is een kabelbaanstation. En die voert je binnen een kwartier het dal in naar Bolzano, de hoofdstad van Zuid-Tirol. En dat komt goed uit, want dat is mijn volgende stop.